Het Amelon maakt hem klaar voor een feest hier op de Ballemerbocht. Onderdeel van het feest is het feit dat het eiland een nieuwe sediek had. Je zag het er alleen nog net aan. Een van de voorwaarden van het eiland was eigenlijk om weer een groene dijk terug te krijgen. Het was ook een groene dijk. En ja, als je zeg maar een foto nu zou nemen en je zou een foto van 4 jaar geleden nemen, dan lijkt die eigenlijk precies hetzelfde. En ja, zelf vind ik dat eigenlijk wel een compliment dat we toch met... Er is heel veel gebeurd, de dijk is heel veel sterker geworden, maar we zijn er toch in geslaagd om er weer een heel vriendelijk plaatje van te maken die toch ontzettend veel sterkte biedt. Het lijkt eerst nog net zo eenvoudig om dit werk uit te vieren op een eiland dat heel populair is bij mensen en vogels. Er waren duidelijk hele strenge regels ook voor de uitvoering. Toen we hiermee begonnen zeiden we wel van ja, eigenlijk in de winter mogen we niet werken, want dan is het stormseizoen. Dan hebben we het broedseizoen. En dan blijft er eigenlijk nog een heel klein venster in de zomer over. En dan heb je heel veel toeristen op het eiland. Dus hoe moeten wij hier nu dat project gaan uitvoeren? Doch is het slagen op tijd en binnen het budget.